En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter, hobbend, gitter, allermeugend heer. Want de lurie kunnen praten, toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat s'avonds zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Gisteren werd bekend dat Matthijs van Nieuwekerk na 15 jaar stopt met De Wereld Draait Door. Kent u het programma? Nee, daar ken ik helemaal niks van. Nee. Het is altijd op de avond, in de vooravond, van 7 tot 8. Welk programma hebt u dan op staan? Nou, wij kijken bijna geen televisie. Nee, want al het nieuws is allemaal vaak slecht nieuws. En zodoende. En u bent niet van slecht nieuws? Nee, ik zet liever een stukje muziek aan, met mooie muziek, ja. Op de radio. Vindt u dat iemand 15 jaar op de tv mag zijn? Die 15 jaar op de tv mag zijn? Ja. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Niet te lang? Vindt u dat niet te lang? 15 jaar? Nou, dat ligt al aan wat hij voor programma's heeft natuurlijk. Ja. Maar ja, ik zeg nogmaals, wij kijken weinig tv. Dus helaas. Jammer. Jammer. Kunt u het begrijpen? Ja, na zoveel jaar op een gegeven moment een keer iets anders. Ja, kan ik me wel eens bij voorstellen. Ja. Wat vond u toppie aan het programma? Toppie? Toppie? Ja. Top? Ja, iedere keer iets anders, de onderwerpen. Ja, en hoe die het bracht. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Hij had soms hele speciale gasten. Waarvan je denkt, Ja, nee. Van alles wat eigenlijk. Hele bekende, iets minder bekende, ja. Dan, ja. Ik kan zich ook geen naam bedenken, maar ja. Ik heb het gisteravond ook nog gekeken en kwam daarna een stukje van Willem-Alexander. Ja, dat vind ik dan wel leuk, ja. Ja. Dus u gaat hem missen? Ja. Ja, maar hij komt ergens anders wel op terug. Ja. Dus. Denkt u dat hij het gedaan heeft te stoppen voor het geld? Nee. Nee, dat zou vaker bij mijn opspraak komen. Dat geld, nee, dat denk ik niet. Nee. Natuurlijk zat er veel geld achter, maar nee. Dan zijn we erg benieuwd naar zijn nieuwe programma, hè? Ja. Ik vond dat wel leuk. Ja, en hij deed het ook goed. Ja. Dus, waarom was u een fan? Ja, heel veel verschillende dingen bracht hij aan. En altijd wel op een positieve manier, dus ja. En de tijd was voor u geen probleem? Nee, meestal niet, maar soms had ik dat ging sporten. En het is 5 keer in de week, dus het is altijd wel een keer dat ik kan kijken. Vindt u het dus jammer? Ja, maar er komt wel weer iets anders. Ja, maar nu gaat u op de zaterdagavond een nieuw programma brengen. Gaat u daar naar kijken, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Ik ga er niet speciaal voor... Op letten, zal ik maar zeggen. Dat niet. Denkt u dat u om de financiën stopt? Is er wat discussie over? Nou, dat denk ik niet, want dan was hij wel weggegaan. Nee, dat vermoed ik. Ja. En hij wordt toch goed betaald, dus. Klopt. Dat is verder geen punt. Ik vind er niet zo heel veel van. We kijken het bijna nooit, dus ik heb er geen moeite mee. Nou, ik heb het ook niet zo. Ik kijk het ook niet heel vaak. Meestal ben ik andere dingen aan het doen dan zijn dochter. Maar hij heeft lang volgehouden en veel succes ermee behaald. Dus knap. Hij zegt ik stop, maar ik doe het niet voor het geld. Want er was wat onrust over zijn financiële middelen. Denkt u dat dat zo is? Ik zou het niet weten, maar hij hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken om het geld. Dus wat dat betreft. Maar ik kan me voorstellen dat hij dit keer wat anders wil. Ja. En waarschijnlijk wordt hij er financieel ook beter van. Dat geloof ik ook wel. Ja, dat denk ik op zich ook wel. Maar wie ben ik, hè? een nieuw programma. Gaat u daar naar kijken? Ja, u weet nog niet wat het wordt. Ik ook niet. Maar u was wel een fan van Matthijs? Niet echt. Maar ik wacht de recensies even af, denk ik. Ja. En u? Nou, het is een nieuwe show op zaterdagavond, geloof ik. Ja, ik zal vast wel eens een keer voorbij zappen. En even kijken hoe en wat. Maar... Of ik echt voor thuis zou blijven, weet ik niet. Dat vind ik jammer. Maar die is niet meer over te halen om het niet te doen. Want die gaat nou een ander programma doen. Hè? Ja. Wat dus kennelijk meer bij hem ligt.
En ik geef hem ook groot gelijk, want nou, hij heeft 15 jaar gedaan. En in 15 jaar mag je toch weer eens iets nieuws proberen. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel topmensen in zijn programma gehad. Ja, natuurlijk. Ja. En degenen die allemaal achter hem staan en die het allemaal voor hem bekocht stoven, dat hoeft hij echt niet in zijn eentje te doen. Maar ja, hij is wel goed. Toch? Ja, ieder kijkt op zijn manier ernaar. Ik ben benieuwd wat er nou in de plaats komt op dat tijdstip. Op de zaterdagavond? Ja, nou gaat hij naar de zaterdag, maar nou is hij toch al van 7 tot 8. Dus, maar hij volgt Eva Jinek niet na, hè? Dus hij blijft wel bij de omroep. Dus dat vind ik positief. Ja. Dus u denkt niet dat het om het geld gaat dat hij weggaat? Nee, want zoals ik begrepen heb, zou hij nou minder gaan verdienen. Dus, ach, die mensen die zijn toch zo rijk, die hebben dat toch niet meer nodig. Hè? Ja. Dus dat lijkt mij zo. Dat lijkt mij ook. Ja. Ja, dat is jammer. Het was een goed programma. Waarom vond u het zo goed? Ik vond het algemeen. Dus het plussen en de minnen werden naar voren gebracht. En dat vond ik dus belangrijk. Dus ook een keer iets minder, wat ze goed deden, aanpakken. Dat was de hoofdzaak, ja, vond ik. Na 15 jaar stoppen, vindt u dat redelijk? Ik wel, ja. Ik ben met mijn werk ook gestopt na 20 jaar. Kijk, je kunt wel tot 40 jaar doorgaan, maar dat is ook niet altijd alles. Maar dan kun je weer een ander werkje pakken. Heb dat ik gaat u dus doen, hè? Dat heb ik ook gedaan. Ja, dat is wel super. Ik ben het onderwijs gegaan, dus ja. Nou, geweldig, want daar hebben ze nog steeds mensen nodig. Hè? Ja, daarom. Ook af en toe een keer veranderen. Ja. Ook dat was bij Matthijs Nieuwekerk, hè? Het onderwijs, de problemen daarin. Ja. Dus hij pakte al het nieuws op? Al het nieuws oppakken en goed reageren erop. Alles een beetje aanpakken in het hele leven. En een beetje vriendelijk van elkaar zijn. Dat is de hoofdzaak. Heel af en toe. Ja. Waarom heel af en toe? Nou, omdat het een beetje op ongunstige tijdstip komt bij ons thuis. Dan zitten we meestal aan tafel en dan is er geen televisie aan. Dus, ja. Toch had hij top mensen in zijn programma. Hè? Kunt u iemand herinneren? Wat zei u? De koning? Oh, dat wist ik niet dat hij geweest was bij hem. Ja? Oh, dat zou ik niet heel zeggen. Dat zou ik niet heel zeggen dat hij geweest is. Maar Peter R. de Vries is heel vaak bij hem geweest. Ik ben heel slecht in namen. Die cabaretier, die blonde vrouw. Weet ik zo niet hoe ze heet. Maar die... Kortom, toch wel topmensen. Ja, ja. En af en toe had hij ook wel een persoon waarvan je denkt van... Nou, dat is kritisch. En dat vond u prima? Ja, maar zo vaak heb ik het niet gezien om dat te kunnen zeggen van hoe vat. Over het algemeen, de keren dat ik het zag, vond ik het altijd een prettig programma om naar te kijken. Dus ja, ja. En nu het nieuwe programma. Dat wordt spannend, hè? Ja, maar ja, het boeit me niet zo heel veel op dat tijdstip, dus... Nee, maar dat komt dan op de zaterdagavond. Oh, zijn nieuwe programma. Ja, nou wachten we wel af wat het te brengen. Ja. 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 Prima, ik zeg u dankjewel. Ja. Ja. En een fijne dag, hè. Fijne dag. Doei. Ja.